Landbouwkundig ingenieur en antropoloog Reinier Artist heeft gisteren zijn boek Indiaans verhaal in de schaduw van twee beschavingen gepresenteerd. Artist heeft het boek in 2016 geschreven en uitgebracht via Walburg Pers in Nederland. In het boek gaat hij in op zijn jeugd, welke hij doorgebracht heeft, de Bigipoika. Verder beschrijft hij de geschiedenis van de inheemsen en hoe de Indiaan zichzelf ziet. We brengen nu terug naar een moment van zijn presentatie. Ik voel me op dit moment een gelukkig mens dat ik in de gelegenheid ben in de tuin van de bisschop, hoofd van de katholieke kerk hier in Suriname. Ik zie dit als een symbool van een binding van de Indianen met de katholieke kerk. Dat doet mij goed. En dat meen ik ook. En ik wil dit zoveel mogelijk uitdragen waar ik ook ben. Er is een opmerking gemaakt door een van de sprekers dat de spiritualiteit of de godsdienst, de religie van de inheemse volkeren veel heeft van het christendom. En dat is ook zo. Iets dat de inheemsen van kleins af leren is om respect te hebben voor de natuur. Daarom is de leefwijze van de Indiaan altijd afgestemd op de natuur, zegt Artist. Zeer symbolisch. Zeer treffend. En van deze tante, die op 98-jarige leeftijd is overleden, heb ik ook veel mogen leren van eerbied hebben voor de schepping. Niet alleen maar voor deze stoel, niet alleen maar voor deze tafel, niet alleen maar voor monseigneur. Nee. Daar moeten wij respect voor hebben. Zonder onderscheid van dat die ander meer is dan de andere. Schrijver Reinier Artist, die gisteren zijn boek Indiaans verhaal in de schaduw van twee beschavingen heeft gepresenteerd. De presentatie vond plaats in de tuin van het Bisschopshuis.